Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Carlijn Tukkers. En ik deel hier op dit kanaal DIY's. Maar ook een kijkje in mijn winkel en alles wat ik leuk vind. Dus superleuk dat je kijkt. Deze video zal in het teken staan van Valentijnsdag. Dus we gaan allerlei leuke dingen maken. Ik ga jullie ook wat dingen laten zien. Dus echt super veel zin in. Dus heb je er ook zin in, doe vast een duimpje omhoog. En kijk gezellig mee. Deze video is een samenwerking met Ana Luisa. Ana Luisa is een sieradenmerk. Een heel mooi sieradenmerk. Wat heel erg gericht is op duurzaamheid. Goede kwaliteit. Hele mooie, unieke sieraden. Maar hele luxe sieraden. En zij vroeg of ik wat wil uitkiezen. Het is gisteren aangekomen in een heel mooi doosje. En het is ook allemaal heel mooi verpakt. Maar ook klein verpakt. Want daar zijn ze dus echt op gericht. Er staat hier ook dat het papier gerecycled is. Daar letten ze dus heel erg op. Het gaat eigenlijk om sieraden wat heel... een goed sieraad voor een eerlijke prijs en ook eerlijke arbeidsvoorwaarden en dat soort dingen. Ik heb ook gehoord dat de sieraden die retour worden gestuurd naar het goede doel, dat ze daarmee het goede doel steunen. Dus dat is natuurlijk ook gewoon echt super leuk. En ik heb wat sieraden uitgezocht. Als je me kent, oh, ik ben echt gek op sieraden. Als klein meisje vond ik het al alles wat blinkt, vond ik leuk. En eerder droeg ik altijd zilver en later combineer ik goud ook wel met zilver. En dan vooral als er een steentje in zit, vind ik dat heel leuk om te combineren. En ik heb wat leuke oorbelletjes uitgekozen. Allereerst deze. En ik heb wat oorbelletjes die je mooi kunt combineren. Dus met een maantje en een sterretje. Heel leuk. Ik heb dan 3 gaatjes. Dus ik combineer vaak 3 paar oorbellen achter elkaar. Dan deze. En die vind ik heel leuk om daarmee te combineren. Is een dubbelringetje, ook weer met een steentje. Zodat ik het ook weer met zilver kan combineren. En dan heb ik nog een wat grovere. En die vind ik dan wel leuk om enkel te dragen. Al staat hij misschien ook wel mooi. Wel samen met die andere. Dat zal ik zo even laten zien. En ik doe ze gelijk eventjes in. Want ik ben er echt super blij mee. Ik heb nu niks in. En dat vind ik heel kaal. Want ik draag eigenlijk altijd dit soort oorbellen. Dus het past echt. Ja, het is ook helemaal mijn stijl. Maar ze hebben heel veel soorten. En maten op internet. Of via hun website. Ana Luisa. Armbanden. Kettingen. Oorbellen heel veel. Ook leuke setjes. En het is natuurlijk ook super leuk om met Valentijn cadeau te doen. En, want of je nou je geliefde dat geeft. Of misschien je dochter. Of je moeder. Dat is natuurlijk gewoon super leuk. Want daarmee kan je gewoon je waardering uitspreken. En dan geef je ook iets wat gewoon heel lang houdbaar is. En wat misschien een speciale betekenis heeft. Ik zal in deze video ook nog even wat leuke ideeën laten zien. Hoe je dit dan extra leuk kan verpakken met bloemen. En of hoe je dat leuk kan inpakken. Dat vind ik toch wel leuk om eventjes aan jullie te laten zien. Maar echt, ik ben hier echt super blij mee. En echt de kwaliteit is echt super mooi. Kijk hoe leuk. Echt super blij mee. Ik ga die andere ook nog eventjes aan jullie laten zien. En ik ben echt... Ja, het past echt bij mij. Dus ben je benieuwd? Even in het, hier onderin staat een linkje waar je eventueel kan kijken. Kan even leuk kijken nemen wat je dan leuk vindt. En ze hebben op dit moment ook nog leuke kortingen. Tot 40% is natuurlijk altijd leuk. Dus als je dan iemand nu wat cadeau wil doen, is het natuurlijk een superleuke verrassing om dat met Valentijnsdag te doen. Dus ja, heel erg blij mee. Dankjewel. Zoals ik zei, zou ik jullie wat ideetjes geven om bijvoorbeeld leuke sieraden cadeau te geven in een bloemstuk. Wat ik heel erg leuk vind, ik heb toevallig deze opgenomen voor een DIY. Die staat al online als jullie deze video zien. Is al een aantal, een tijdje terug. Maar zo'n soort frame is bijvoorbeeld super mooi om dan hier bovenin de zakjes of de sieraden te hangen. Ik ga ze er eventjes in verwerken en dan kunnen jullie even zien wat ik bedoel. Wat ik zelf ook echt super tof vind, is om sieraden of andere cadeautjes in een stolp te verwerken. Dit kan je dan leuk doen bijvoorbeeld met droogbloemen of met een cactusje of zo erin. Houd er wel rekening mee, dus als een stolp dicht zit en je gaat echte bloemen zo even verwerken, dat wil niet. In verband met condens. Dus dat zou ik niet aanraden. Maar het is natuurlijk wel heel erg leuk om er een droogbloemstukje in te doen of gewoon wat losse droogbloemen. En dan daarin erbij te verwerken. Er staat ook al een DIY pakket online met, of een eerdere video online met een stolp. Ik
vind een stop altijd super leuk. Als ze nog beschikbaar zijn, zal ik ze ook online zetten. Hoe tof is dit? Ik vind het dus echt super leuk. Ik heb het nu met zakje erin al in gedaan. Want ik denk opeens, die kleurt zo leuk bij dat graantje wat blauw is. Maar het is natuurlijk ook gewoon super leuk om de oorbellen er dan los bij in te doen. Dan heb je echt ja, een heel apart cadeau. Wat ik zelf altijd ook leuk vind, is om bijvoorbeeld met een ondergrond als een plank, een bord of wat dan ook, om daar leuke dingen mee te doen. Je kan het natuurlijk leuk met kaarsjes doen, met chocolaatjes erop. Nou, een leuk cadeau in het midden. Wat ook leuk is, is om bijvoorbeeld in een hartvorm rozenblaadjes neer te leggen. Of gewoon echt een bloemstuk erop te maken. Dus daar kun je echt alle kanten mee op. Want ook met een paar kaarsjes zo is het gewoon echt super leuk. En is het gewoon lang houdbaar ook na Valentijnsdag of wanneer je ook wanneer je het ook wel neerzet, heb je altijd iets leuks op tafel. Dus het is ook gewoon super leuk om aan iemand het cadeau te geven. Natuurlijk altijd de bloemen even goed schuin aansluiten. Altijd belangrijk. Dit is trouwens ook echt een superleuk glaasje. Dit is van Riverdale. Kijk, dus zo kan je het al vrij simpel doen. Natuurlijk voor Valentijn even een leuk hart erbij tussen. Ja, en dan heb je echt een superleuk cadeau. En kan je er ook weer van alles bij opleggen wat je aan iets anders cadeau wil geven. Nu laat ik het natuurlijk zien met sieraden, maar je kan het natuurlijk met allerlei dingen doen. Dus dat is natuurlijk gewoon ook leuk. Ook een paar bonbons of zo erbij op is heel erg leuk. Heb je echt een heel tof cadeau. Poging 2. Gezellig. Nu heb ik dan al verschillende ideeën laten zien. Maar wat ook bijvoorbeeld heel leuk is, als je bijvoorbeeld een apart cadeau hebt zoals dit. Om het gewoon met een enkele bloem bijvoorbeeld te doen. Bijvoorbeeld een mooie roos. Dat je die mooi verpakt en het daaraan bevestigt. Dus ja, ook dan, of met een klein bosje droge bloemen, het pakje leuk verpakken, dat is natuurlijk ook gewoon super tof. Zo kan je natuurlijk ook gewoon een cadeau, echt super leuk cadeau geven. Soms komt iets al in een doosje. Je kan gerust het doosje weer gebruiken, want je kunt juist zien hoe leuk dit eigenlijk passend is
Ja, en hoe leuk je dit eigenlijk dan cadeau kan geven. Je kan het natuurlijk ook met verse bloemen doen. Je kan het dan op de manier verwerken als een corsage. Of als je het echt recent geeft, dan kan je dat ook gewoon zo erop doen. Zodra ze het krijgen, kunnen ze dan bijvoorbeeld op water zetten, dat je een klein toefje bij hebt. Dus dat is super leuk. En dan geef je een cadeautje echt net iets specialer. Dus ik hoop dat ik jullie heb weten te inspireren. En dat ik jullie leuke ideetjes hebben opgedaan wat betreft het cadeau geven van een ander cadeau. Je kan het met heel veel dingen doen, hè. Dat kan ook met een fles wijn of ja, weet ik veel wat jullie allemaal, chocolaatjes, zoals ik al zei, wat je cadeau wil geven. Maar eventjes net even iets extra's kan je dan verwerken in een bloemstuk. Wij kregen deze opdracht trouwens ook veel op school. Dus hoe verwerk je leuke dingen in een bloemstuk? Je kan bijvoorbeeld ook met een fles wijn doen. Mocht je een keer leuk vinden om daar een aparte video van te zien, laat het vooral even weten. En ja, ik hoop dat jullie dit gewoon een leuke video vonden. Wil je nou iets speciaals zien, iets aparts wat je kan inpakken? Je kan bijvoorbeeld ook douchegel of wat dan ook. Maar laat me dat vooral weten. Misschien neem ik het dan binnenkort in een volgende video op. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Vergeet vooral niet eventjes een kijkje te nemen bij Anna Luisa. De link staat dus hieronder in de beschrijving. Ik zal hem mooi bovenin zetten, zodat jullie hem goed kunnen vinden. En ja, ik vond het echt super leuk om dit met jullie te delen. En dan zien jullie mij de volgende keer weer.